Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Eindelijk weer een video, een gewone video op mijn kanaal. Het heeft heel lang geduurd, maar deze wordt een ARC video, omdat dit wel de beste serie is. En daarom wil ik jullie wel even belonen met een ARC video. Dus daarom heb ik deze eerst gekozen in plaats van de andere. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video gaan vinden. Laat alvast een like achter. Laat alvast aan mij weten wat ik moet doen in de aflevering. Dat zou ik super fijn vinden. Deze aflevering ga ik aan de dak beginnen. Wat ik heb gezegd in de vorige video. De gamma staat al wel wat lager. Maar volgens mij is het best wel helder. Zoals ik het zo zie. Ik heb hier al. Dat had ik al in mijn inventory. Windows. Wounded ceiling, walls en roofs. Dus dat heb ik al. Ik moet even hier opgaan en kijken. Want iemand had dat achtergelaten om een puntdak te maken. Dus dat vond ik wel een heel goed idee. Een puntdak. Een puntdak zoals een piramide gaat niet in dit spel. Dus we zouden even moeten kijken naar een schuindak. En dan dat we van deze hoek naar die hoek en dan naar het midden gaan. Dus dat gaan wij doen. Ik hoop dat jij niet te veel in de weg staat. Ik heb jou wel nodig. Ze hebben trouwens nieuwe sound effects toegevoegd aan deze game terwijl ik weg was. Ze hebben bijvoorbeeld slaan. Hebben ze de eigenlijk het een soort van kuchen. Hebben ze anders gemaakt, het springen geluid en het schietgeluid van een pijl en boog hebben ze heel anders. Dat is hartstikke leuk gedaan, ze hebben ook nog wat nieuwe dino's. Ik heb alleen geen tijd voor om dat allemaal te laten zien in deze aflevering. Maar die zullen jullie vast wel een keer langs zien komen. Laten we beginnen met het dak. We gaan beginnen met de ceilings, de roofs, de walls, de ceilings en de windows. Jullie zullen vast wel afvragen waarom is die walls voor een dak. Maar ik heb trouwens ook van die hoekjes nodig. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ja. Dus die kan ik nu ook niet plaatsen nog. Hij had ook trouwens achtergelaten van maak een houten dak. Dus dat ga ik ook doen. Dus we zullen beginnen met dit hier zo neerzetten. Zo, dus dan wordt het echt precies een midden. Dat is wel heel erg fijn. Hier precies hetzelfde. Ik heb geen muren meer. Ik heb dus toch wel wat meer muren nodig dan ik had gedacht. Dus ik zie jullie zo wanneer ik alles wel heb. Oké, daar zijn we weer. Mijn webcam ziet er misschien heel anders uit. Maar dat komt omdat het nu best wel donker is buiten. Ik neem het laat in de avond dan op. Want ik had overdag gewoon niet zo heel veel tijd. Dus daarom moest ik dit 's avonds opnemen. Ik heb een lamp op me schijnen. Dus ik heb hem automatisch gezet. Dus wanneer het donker wordt buiten en er valt minder licht op mij. Wow, het wordt donker. Ga maar even hier. Dat zeg ik. Ga maar. Ja, dus dan stelt hij hem automatisch in, zeg maar. Op de juiste goede. Ja, hoe zeg je dat? De goede belichting. Een soort van. Ik heb als het goed is al genoeg van deze puntjes. Zo, daar één. En op die hoek. Ja, en dan moet ik even naar 5. Dat is allemaal zo moeilijk, joh. Hoppakee. Dit is nu een hele mooie punt. Dus ook precies een punt. In plaats van zo'n rechte punt. Een rechte punt, ja. Dat is een woord, denk ik. Laten we beginnen met dit. Wat ik nou had bedacht, eigenlijk. Je kent wel een huis en die hebben dan een zolder. Maar de zolder,
daar zit dan zo'n, in het dak zit dan een raam. Dus dan houdt het dak, die gaat dan naar beneden zo. En dan een soort van plat dak. En dan zit daar een raam. En dan gaat het dak weer verder. En dat wil ik nou ook doen, als jullie weten wat ik begrijp. Wat, lekker uit mijn woorden kom ik vandaag. Als jullie weten wat ik bedoel, dan zouden jullie dat wel moeten weten hoe dat eruit komt te zien. Ik zoek even het midden op. En dit heeft niet echt een midden. Ja, het heeft twee middens. Dus we doen een raam van twee breed. Dus het worden twee windows. Dus dan doe ik hier zo en hier. Dan doe ik hier zo en hier zo. En dan komt het lachen dat ik dan hier zo een dingetje moet doen. Maar het enige probleem is, dat kan niet. Wacht, ik probeer hier een muur te plaatsen. Oké, wacht even hoor. Ik moet deze muur omdraaien. Zodat hij wel de goede kant op staat. Dan moet deze zo te komen staan. Oh, lek. Ik zit in jou vast. Ga weg. Stay there. Oké. Ik had hem. Ja. Oké, dan zit daar een muur. En dan is mijn vraag of we deze weg kunnen halen. Ja, dat kan. Het ziet er misschien lelijk uit. Maar het ziet er van de buitenkant wel heel mooi uit. Want ik haal deze ding niet weg, denk ik. Dan zou hier zo een ceiling op moeten. En hier weer een muur. Maar dat kan niet, omdat deze er zit, dus die moeten we even weghalen. Zo. Dan moet hier weer een dingetje. En dan moeten hier zo, moeten dan windows. Kijk, en dan ziet dat er zo uit. Ik zal het straks laten zien vanaf de buitenkant. Want dan ziet het er nog mooier uit. Ik wist trouwens niet dat de maan zo zonnig was. Dus helder. Zo licht. Als we deze hoek kunnen krijgen, zou dat super fijn vinden. Oh, daar hadden we. Juist. Oké. Het is nog lastiger dan ik dacht. Ik doe aan deze kant geen raam, want dat is een beetje raar. Want dan zit je tegen dit huis aan. Dat is ook een beetje stom als je dat doet. Want dan kan je toch niks zien als je uit dat raam kijkt. Nu kunnen we ook niks uit het raam kijken, maar het is vooral voor de, hoe zeg je dat? Oh shit, nu kunnen we er niet meer uit. We moeten deze even slopen, we moeten nog even twee van deze dingen maken. Als wij hier doorheen kunnen, zou dat super fijn vinden. Maar dat kan natuurlijk niet. Oh, wij zijn er wel uit. Laten we even deze slopen, kijken of we er dan wel uit kunnen met hem. Ja. Oké, dan laten we nog even drie maken. We kunnen er nu wel eentje maken, omdat we er twee hebben gesloopt. Dus we moeten er nog twee hebben. Dan moet ik beneden zijn. Waarom ga je dan naar boven? Oké, dan moeten wij hier zo twee hebben. Dus dan moeten wij even thatch, fiber en hout. Wow. Hebben wij geen wood? Wij hebben geen wood. Hebben wij serieus geen wood? Wood. Uh-oh. Hebben we nog in de furnace wat wood zitten? Moet toch wel. Ja, we hebben hier nog wel wat doet. Mooi. Oké, dan pakken we dit wel gewoon.
Hier zit niks meer in. Zo. En dit is het laatste. Oké. Wood. Dan moet even kijken naar roof. Dan moeten wij daar twee van hebben. Oké, zo. Oké, dan laten we even daar weer naartoe gaan. En dan laten we hem even afmaken. En dan ga ik jullie vertellen wat ik dan ga doen. Oké, land. Niet erin vallen? Nee. Maar gelukkig kan ik er nog wel uit. Oké. Zo, dicht. En hij is klaar. Oké, dan gaan we even van de buitenkant kijken hoe het eruit ziet. Dit is de stenen huis. Met de houten dak. Misschien moet ik daar ook een raam in doen. En de zijraam ziet er zo uit. Ik vind het best wel leuk. Vertel maar op wat jij ervan vindt. Ik vind het best wel leuk staan. Ik denk dat ik hier zo. Oh, we hebben niet echt een midden. Dus ik doe dat maar niet. Nee, ik ga dat maar niet doen. Een raam daar zo. Want we hebben niet echt een midden. En dan, dat is dan zonde, denk ik. Of je moet er twee doen. Maar ik denk niet dat het mooi is. Dus we laten het zo. En laat in de reacties weten wat je ervan vindt. Dus dan. Ik jullie het zo terug. Als ik alles heb. Voor de volgende opdracht eigenlijk. Tot zo. Hallo, ben ik weer. En de opdracht was dat ik dillo's moest temen. Iedereen had dat achtergelaten. Sommigen hadden een raptor achtergelaten. Eentje had ook gezegd zo van begin met dillo's, daarna verder. En iemand zei ook dat raptors heel handig waren. Dus ik weet het nog niet, maar ik ga nu voor dillo's. Dus het onweer trouwens ook buiten, bij mij nu. Het is best wel, dus misschien als je soms even een boom met je hoort. Ik zie een kwetsel. Wie are you? Leerolifant. This name is Lame. Oké, geen idee wie dat is. Ik zie hem ook niet. Hij zit ergens tussen. Ik zie hem ook niet. Oh. Nee, ik kan hem niet zien. Hallo. Oké, we gaan dus nu op zoek naar hoe heet dat? Van die dillo's. En dat is trouwens ook een nieuwe dino. Wat ik even al vertelde. Dit is een nieuwe dino. Hij springt heel grappig. Als je hem tamet. Dat is best wel grappig. Dan kan je hem laten springen. En dan geeft hij meer XP ofzo. Dat is best wel grappig. Maar ik heb niet echt meer XP nodig. Want ik ben al level 100. En dat is de max level wat je kan halen op deze server. Dus ik ga even wat eten. En ik zie jullie zo wanneer ik wat dillo's heb gevonden. Oké, we hebben een dillo gevonden. En deze is level 72. Maakt op zich niet heel veel uit. Dit is een male. Dus dat betekent dat wij geen mannetjes meer nodig hebben. En alleen maar vrouwen. Want we willen natuurlijk de eieren. En die leggen alleen maar de vrouwtjes. Dat was een berry. Ik heb meer darts gemaakt. Hallo? Ga jij slapen? Oké, jij slaapt. Ik heb wat vlees in hem zitten. Dus niet heel erg veel, maar ze hebben volgens mij ook niet veel nodig. Ik heb, als het nodig is, narcotics meegenomen. Ik denk het niet. Deze erin. Even kijken hoe ver die komt met dit. En dan zullen we zo zien wat eruit komt. De torpor gaat best wel snel naar beneden. Dus ik weet niet wat ik ga doen daarmee. Maar ik zie jullie wel terug als ik een paar dames heb eigenlijk. Oh, dit gaat best wel snel. Nou, ik zie jullie zo.
Oké, okay, het mannetje is getamed en dat betekent dat wij hem gaan meenemen. Het is een level 103, dat is best wel hoog eigenlijk. Als het goed is kan ik hem gewoon oppakken omdat hij van mij is. Even kijken. Ja, oké, okay, dat is goed. Dus dan kan je hem mooi zo terugbrengen. Waar zal ik hem laten? Dat is wel de goede vraag. Wat ik ga doen is ik denk dat ik ze allemaal hier op het dak zet. Dat ik ze allemaal hier op het dak neerzet en dat ik ze dan ze allemaal daar zet. Dat ik het mannetje daar laat en dat ik alle vrouwtjes erachter neerzet zodat ik weet wie het mannetje is en wie het vrouwtje is. Dus ja, ik denk dat ik jullie dan terugzie wanneer ik superveel vrouwtjes heb. En dan zullen jullie zien dat het de eierenproces gaat best wel snel dan. Ik zie jullie zo. Oké, okay, ben ik weer. En ik heb nu 7 vrouwtjes en 1 mannetje als het goed is. Volgens mij wel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dat is dan 8. Kan je ze... Want ik kon de Dung Beetle kon ik oppakken. Dat was wel heel erg... Oh. Dat was wel heel erg leuk. Maar deze helaas niet. Dus ik zal ze allemaal wel laten volgen. En dan zal ik ze wel ergens in een hoekje zetten. Zodat ze wel gewoon eitjes kunnen leggen met het mannetje erbij. Kijk, dan zal ik ze zo. En dan... Oké. Dan heb ik ze hier zo helemaal op een rijtje neergezet. En dan zullen we kijken hoe het gaat aflopen met de eieren. Ik hoop dat het een beetje goed verloopt. Anders moet ik er nog meer halen. Maar ik denk dat dit wel genoeg is. Dus als jullie hebben genoten van deze video, laat dan een reactie achter hier beneden. Misschien is de video een beetje kort, maar ik heb niet zoveel tijd meer. Dus ja, je moet het er maar mee doen, helaas. Als jullie dit een leuke video vonden, laat dan een like achter en een reactie wat je ervan vond. En dan zie ik je de volgende keer. Doei!